We kunnen. Nou, lieve mensen, als we dan allemaal compleet zijn, ik ben er helemaal ingedut en lekker gezeten en gegeten en zo. Nee, dat wist ik niet. De oorlog van spelen ook. Je moet ook, ach, bah, drugs, dat mag niet. Het is allemaal verboden. En je wordt ook een dagje ouder dan te bedenken wat de tijd al snel gaat. 15 jaar geleden zat de helft van deze band zelf nog voor een ontruiming achter de tralies. Nu zijn we nu vrij en blij en kunnen we ons steentje bijdragen aan de goede zaak op een wat comfortabeler manier, mag ik wel zeggen. Maar blijft de tijd! Ja, dit eerste nummer, dat gaat over iets wat jullie hier in Utrecht en Amsterdam vast ook wel veel hebben. En wij in Groningen eigenlijk niet. Marokkanen en moslims en zo. En ik snap nooit van, ik moet er allemaal ook over in de krant lezen, al die incidenten. En ik heb het idee, ik weet niet hoe dat voor jullie voelt, die wel de hele tijd allemaal buitenlanders voorbij zien komen. Maar ik voel mij toch lichtelijk gemanipuleerd dat ik een hekel aan mensen moet krijgen. En de vrijheid van meningsuiting is een mooie zaak, maar de stemming wordt er niet beter op. We worden opgestookt, mensen, richting het kwaad. Dat is zo'n woord. Ja, je hoort het niet meer zoveel. Want
We horen tegenwoordig andere woorden. Kosten van de zorg, kwaliteit van het leven. Goh ja, als er nou echt geboren moeten worden. Ja, imperfecte mensen, ze zijn er nog steeds. De overheid het bloed kruipt, want tot spijt van iedere machthebber kruipt het bloed. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En neuken de mensen er maar op los en maken niet de kinderen die goed zijn voor de maatschappij. Dat valt hier maar weer te zien. Ja, lach er maar even om. Nu kan het nog. Ja, ik spreek toch met mezelf. Ik ben gewoon een verrassing. We'll be right back.
gewoon voor me op de knieën. Het volgende nummer wat wij gaan spelen, dat werd voor ons als band afgelopen week opeens heel erg actueel. Toen bleek dat we bij het ontwerp voor de nieuwe LP gewoon de hele uitleg van het nummer gewoon waren vergeten. Het nummer was gewoon kwijt. Dus ik moest zelf ook weer opzoeken waar hij over ging. En hier komt hij. Er was dus een filosoof uit Duitsland met een Nederlandse naam, Peter Sloterdijk. En die zei, ja, wij mensen zijn dieren en als we nou alle criminaliteit en ellende komt door het beest in de mens, maar met de genetische manipulatie snijden we dat beest er genetisch helemaal uit. En dan leven we met z'n allen in een mensenpark waarvan alles veilig en fijn is. En heel saai misschien, maar toch. Het beest in de mens, daarover gaat het nummer. Ah, nou, heb ik ook een spetterende aankondiging. Dat is wel een mooie model natuurlijk, Rick. Dat kun je ook nemen. Ja, dat kan ook nog. Jos kan de bas natuurlijk ook blijven vasthouden. Kijk eens aan. En een mooie stadstak van achteren. Als een dier. Thank you.
Dank jullie wel. Ja, het volgende nummer heeft misschien een heel, nou, heel klein of enigszins een raakvlak met het thema van de avond. Vrees niet over de veiligheidsbaan. Ja, en de mensen denken dat ze veilig zijn als de criminelen achter de tralies zitten. En voor zover het gaat om van die TBS-psychopaten ben ik het daar eigenlijk wel mee eens. Niet zo revolutionair, maar dan pleit ik toch voor voorzichtigheid en opsluiting en dergelijke dingen. Maar als het gewoon gaat om ons, om wij die eens wat te veel stelen of op straat naar ons dak gaan. Of andere mensen die dat doen, hooligans of zo. Ik denk een gevangenis, ik weet uit ervaring, maakt mensen alleen maar slechter. Het is een dom systeem waar je onzelfstandig wordt gehouden, geen keuzes mag maken. Als een schaap achter de bewaarders aan moet rollen, bang moet zijn, je bek moet houden. Een lafaard word je ervan als je je aan het systeem aanpast. Flauwekul, er komen slechtere mensen van op straat. Vrees niet. Thank you.
bereiken is zonder een handje hulp van onze vrienden niet willen wijken. De luiaards aan de top, de niks nuttende uitvreters, de topmanagers voor 10 miljoen. We moeten geen reet hoeven doen, de laan uit en toch nog geld. Dat heerlijke leven wat ons wel onthouden. Ze kijken op ons neer naar boven, mensen. Voor jou! Thank you.
Zoals jullie allemaal al weten, is het tegenwoordig onder de punkers erg modern om hun eten uit de container te halen. En het is nou al zover dat de jonge punkertjes aan papa en mama punk vragen, waar komt het eten vandaan? En ze weten niet beter, het komt uit de container. Later op school leren ze natuurlijk wel dat het eigenlijk uit de supermarkt komt, maar toch. Ja, dit nummer, het gaat over honger. Over honger in het Westen. Dat als er geen transport is, dat dan de supermarkt leeg is en uiteindelijk de container ook. En dan gaan we allemaal hartstikke dood. Ja! Daar gaat het over eigenlijk. Thank you.
autoriteiten, kan niet vaak genoeg gezegd worden. Ik vind het zo gaaf om al onze vrienden en bekenden hier te zien. Dank jullie wel aan de organisatie om ons uit te nodigen. En nou, toch wel heel speciaal dat Joni uit Israël hier ook is. Joni, this song is for you.